Hey, ik ben Michel van Check in Media en vandaag weer een kanaalreview. Vandaag ga ik kijken naar het kanaal van Doe Nu Maar Sporten. In ieder geval als eerste bedankt voor je aanvraag. En ik heb je kanaal al geladen. Laten we even kijken. Als ik kijk op je kanaal, dan zie ik direct een hele grote, redelijk goede banner. Ik zie in ieder geval twee personen op deze banner staan. Dat zullen de hoofdpersonen zijn van dit kanaal. Hartstikke goed. Hoe het kanaal heet staat hier ook bij. Het is Doe Nu Maar Sporten. Het is een kanaal denk ik dat gaat over sport. Jullie doen iets met sport. Prima, maar probeer maak dit bijvoorbeeld iets kleiner. Doe Nu Maar Sporten. En zet er bijvoorbeeld neer sportvideo's of sportgerelateerde video's of iets. Verduidelijk het een beetje. En heb je een uploadschema, zet het uploadschema hier eventueel op. Social media heb je toegevoegd. Prima. Dus het is helemaal geen hele slechte banner. Achtergrond vind ik super mooi. Maar het kan nog iets duidelijker. Maar op zich niet slecht. En als we gaan kijken naar het kanaalpictogram. Dan heb je een soort logo-achtig iets. Ja. Het is een afkorting. Maar het is misschien een beetje onduidelijk. Maar het is op zich niet heel slecht. Ik zie 343 abonnees. Super. Top. Een kanaaltrailer. Altijd goed. Ik heb hem bekeken. Hartstikke mooie kanaaltrailer. Je hebt hier populaire uploads. Is goed. Je hebt hier gewone uploads staan. Is goed. En ik zie hier afspeellijsten staan. Ook goed. Dus in principe ben je daar redelijk goed mee bezig. Alleen ik zie dat je wat meer video's hebt op je videokanaal. Dus maak wat meer afspeellijsten. Maak er mooie kopteksten bij waar die afspeellijst over gaat. Deel ze gewoon goed in. Maar dit is in ieder geval een supergoed begin. We gaan even kijken naar het overige gedeelte. Is altijd belangrijk. Dit is altijd super belangrijk. Nou, staat in ieder geval goed ingevuld. Staat duidelijk in wat op dit kanaal gedaan wordt. Dus dat is in ieder geval prima. Je ziet je social media staat hier ook. Die wordt weergegeven op je banner aan de bovenkant. Dus dat zit in ieder geval goed in elkaar. Als we nog even gaan kijken naar je thumbnails. Ja. Sommige thumbnails zijn aardig, zoals deze. Ik zie jullie hier opstaan. Maar dit. Deze tekst is natuurlijk veel te klein. Hè? Dat kun je echt nou al bijna niet lezen. Maar op een telefoon al helemaal niet. Deze is wat beter. Ah, hier staat weer bijvoorbeeld helemaal niks op. Probeer betere thumbnails te maken. Dat is in ieder geval belangrijk. Vertel waar het over gaat. Wat jullie doen. Mooie plaatjes erop. Je zijn op de goede weg. Maar probeer nog je thumbnails. Probeer een stijl te ontwikkelen. Probeer één stijl te ontwikkelen. En zet ze hier allemaal duidelijk op. Ook in afspeellijsten. Maak mooie thumbnails. Als ik jullie kanaal in Morning Fame gooi. Dan zie je in ieder geval dat kanaalpictogramma goed zichtbaar is. Zowel rond als vierkant. Hier staan je kanaalstatistieken. Jullie hebben niet echt een uploaddag. 2 à 3 video's per week is prima. Hartstikke goed. Maar je uploadt bijna elke dag. En vaak na 12 uur. 'S middags dus. En dat is in ieder geval prima. Als we gaan kijken naar je thumbnails, dan zie je sommige thumbnails zijn hartstikke goed gemaakt. Oh. Overnieuw. Er staat op wat het is. Goede tekst, duidelijke tekst. Dus dat scheelt weer. Als we naar beneden scrollen, dan kun je ook zien hoe je ze ziet op je telefoon bijvoorbeeld. Deze zijn in ieder geval, deze wordt wat minder. In ieder geval goed leesbaar. Dus je hebt sommige thumbnails die zijn hartstikke goed. En sommige zijn wat minder. Dus probeer een stijl te ontwikkelen en ga ermee aan de slag. Als je hier kijkt, welke thumbnail is van jou? Titels, highlight, eerste thumbnails voor jou. Steekt die eruit? Ja, die steekt er wel uit bij de anderen. Dus dat scheelt weer. We kunnen ze ook nog even bekijken in het donker. Zie je dat ze ook nog wel aardig goed zichtbaar zijn. Gaan we even kijken naar de ranking. Nou, jullie doen in ieder geval wat met tags. Eerst hier rank je nummer 1. Deze zijn allemaal te laag. Probeer wat wat langere teksten doen, zoals sporten zijn van die algemene dingen, maar probeer gewoon tekst die gerelateerd zijn met je titel.
Probeer dit trouwens geen hoofdletters te maken. Dat mag volgens mij ook niet van YouTube. Probeer gewoon kleine letters te doen. Ga dus gewoon je titel en je tags aan elkaar relateren. Dus als je trainen met eigen gewicht, zet die ook tags in je trainen met eigen gewicht. Zet dit ook hier neer. Dus, en dan ga dat steeds proberen uittesten. Misschien met TubeBuddy, misschien TubeBuddy, de gratis versie wat voor jullie. Maar dan weet ik zeker dat je nog weer gaat ranken. Kijk, deze rank je al twee keer op de eerste plaats. Super. Deze rest is weer laag. Hier heb je 4, nummer 49, plaats 49. Dat is dus net weer te laag. Dus jullie zijn bezig met tags, maar gaan ze nog iets beter. Langere tags, gerelateerd tags met je titel. En dan komt het zeker goed. Morning Fam geeft aan dat je meer video's zoals dit moet maken. Daar zijn goede views. Wordt op gereageerd. Dus probeer meer van deze video's te maken. Doe nu maar sporten. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze kleine review. In ieder geval bedankt voor je aanvraag. Ga werken aan de tags. Maak wat betere thumbnails. En laat ermee weten of het allemaal een beetje goed loopt. En nogmaals bedankt voor je aanvraag.